Het is lente. De wind schudt de wilgen en populieren. En daar komen de zaadjes tevoorschijn, voorzien van witte pluis, om gemakkelijk verspreid te worden. Als er toevallig een hoog water is geweest, vinden de zaadjes op de kale vlakte een ideaal kiembed. De jonge bomen gaan een ongewisse toekomst tegemoet. Ze kunnen verder groeien, weggespoeld worden door het water of opgegeten door de paarden. Of ze samen met de populieren tot een echt ooibos kunnen uitgroeien, hangt heel erg van het toeval af. Dat toeval zorgt ervoor dat hier een jong wilgenbos ontstaat en iets verderop een ruigte.